Hoi, wij zijn Moran en Tom van Nakas. We nemen je mee in de drie grootste viral trends van TikTok van de afgelopen maand. Met leuke merkvoorbeelden kunnen we je hopelijk inspireren om zelf aan de haal te gaan met de nieuwste trends. Hier is de eerste. Hij zit hier in het doosje en ik haal hem er zo uit. En dan ga ik lekker spelen op mijn fluit. Misschien ben je dit nummer inmiddels al wel zat. Of heb je het misschien nog niet gehoord. In dat laatste geval, respect. Want je kwam de afgelopen maand haast niet onder deze oorbom uit. In februari lanceerde Prime Video de show Last One Laughing. Waarbij kandidaten elkaar aan het lachen probeerden te krijgen. Het fluitoptreden van Bas Hoeflaak was zo'n groot succes dat het fragment viraal ging. De Efteling en de NS hebben op een simpele manier een connectie gevonden met het nummer. Prime Video zelf had heel goed in de gaten hoe populair het fluitlied was. Ze pakte lekker door met een video in samenwerking met creator Duncan Thorpe. Wil jij misschien iets van een koekje of misschien wat fruit? Oh. Zo zie je maar, je hoeft niet de meest ingewikkelde verses te bedenken om succesvol te worden op TikToker. Hoewel TikTok eigenlijk een video-first platform is, worden foto's steeds belangrijker. Met foto's kun je namelijk op een originele manier je verhaal vertellen. In deze nieuwe trend draait het echt om storytelling. Met de fotoslider-functie, leuke in-visual copy en een passende sound. Fashion brand Gunny gebruikte de trend om de collectie in een showroom uit te lichten. En beautymerk Gizu heeft de trend gebruikt om de eerste werkdag van hun stagiaires te laten zien. We zien vaker trends voorbij komen waarbij foto's centraal staan. Je hoeft dus zeker niet uitsluitend videocontent te maken om nieuwe mensen te werven op producten te promoten. In de vorige video hadden we het al even over de CapCut templates. Ook in februari zijn een aantal van deze nieuwe templates viraal gegaan. Maar deze trend was toch wel de meest opmerkelijke. Door simpelweg een afbeelding toe te voegen aan de template, dropt een helikopter een vrucht op het strand. En tada, daar is je foto. Hoe random deze trend ook klinkt, heel veel grote merken hebben geen moment getwijfeld om mee te liften op het succes van deze trend. Zoals Script Daddy bijvoorbeeld en Flixbus. Nou, voor de aankomende maanden bereid je alvast maar voor op de meest random templates, want ze blijven populair. Hoe gekker de humor, hoe meer succes je video zal hebben. Aan alle mooie liedjes komt een eind. En zo ook aan deze video. Maar volgende maand zijn we er weer met de leukste nieuwe trends. Voor nu eindigen we met deze razend populaire video. Vraag ons alleen niet waarom.